Hey Edwin, daar zitten we weer. Je hebt nu je witte handschoentjes aan, dus ik zal wel aan het karretje komen, maar proberen met mijn vingers van het object af te blijven. Ja, het is een kanon. Even kijken hoor, want dit is. Het kanon was eigendom van Tuku Umar, hoofd der Archeërs. Het is een heilig kanon, te zien aan het aapje en de krokodil. Geschonken door de heer en mevrouw Schaap te Enschede. Oké. Ik ben enigszins wijzer, maar nog lang niet zo wijzer dat ik zou willen zijn. Nee. Gaat ook niet gebeuren waarschijnlijk. Nee. Maar als het om dit kanon gaat, heb ik alle hoop. Ja. Dit is het of een kanon van Tuku Umar. Tuku, dat wil zeggen iets als heer. Okay. En net als dat je hier zegt, de heer van dat of de baron van dit, heb je daar dus een hoog edelman. Zo moet je dat zien. Ja. Dus hoog edelman en hij heette Umar. Hij was tweede of derde zoon van iemand met heel veel grond in Aceh. Okay. Ja. En Aceh, daar gaat het even over. Want, zoals... Ik voel het al, Aceh-oorlog, Hollanders... Nederlander had eigenlijk... Die probeerden zoveel mogelijk gewassen uit Nederlands-Indië destijds te halen. En op een gegeven moment dacht van... Nou, wat toch efficiënter als we dat land gewoon bezetten. Ja, laat ik maar gewoon zo noemen, hè. En dat deden ze vaak door ook sultans om te kopen en geschenken te geven. En zeggen, je mag meedelen in de belastingen en zo. Dus op die manier kregen ze controle eigenlijk over heel Nederlands-Indië. Mm-hmm. Maar er was eigenlijk één deeltje wat... Met het Romeinse Rijk, hè, dus, en Asterix. Eén dorp. Er was één deeltje wat ze nog bleef verzetten. En dat was Aceh. Daar kregen ze niet onder de duim. En dat was dus echt zo'n probleemgebied. Ja, dat hoorde natuurlijk wel bij het hele gebied. Ja. Maar dus, de Nederlands kregen er geen vinger. En waarom was dat? Omdat het afgelegen was? Of omdat ik bedoel, van het lag tussen Singapore en allerlei handelsroutes lag het. Maar je hebt gewoon een eigenwijze sultan, denk ik. Toverdrank. Ja, zoiets. Ja. Ja. Maar die Umar heeft daar een belangrijke rol gespeeld. Die was eigenlijk een belangrijke legerleider. Okay. Dus die had een heel legioen, hè, zegt 2000 mensen. Ah, en als je kijkt de dingen die je leest... dat is Nederlandse propaganda uit die tijd. Ja, hè? Ja, ja. Die Tuku Umar, dat was eerst een dikke vriend van de Nederlanders. Oké. Okay. Ja, want ze wisten hem over te halen. Als je voor ons komt vechten, krijg je allerlei voordelen. Handelsvoordelen. Monopolie op peper in dat gebied. En een boel geld. Ja. Als jij met je leger voor ons gaat vechten. En dat deed hij ook eerst. Dus hij is naar Sumatra gegaan, naar Aceh, ze hebben delen van dat gebied veroverd. Nou, ze waren eigenlijk dik tevreden. Hij kreeg ook een Nederlandse titel, hè? Want hier heet hij anders. Tuku Johan. Johan, hè? Ja. Hij kreeg een Nederlandse naam, kreeg hij ook. Ja, ja. Ja, dik tevreden, werd overal uitgenodigd. Big party, en ze hadden het volste vertrouwen in die man. En op een gegeven moment was een nieuwe campagne van plan. En... Tuku Umar, die zei van, nou, ik heb wel betere uitrusting nodig. Zijn hele legioen werd uitgerust met Nederlandse wapens, Nederlandse uniformen. Ja, goed spul allemaal. En op het moment dat alles binnen was, liep hij over naar de sultan van Aceh. En dat is daar kwam als een volkomen schok van dat hij in Nederland aan. Het heet ook het verraad van Tuku Umar. Ja, ja, ja. En grote, dikke krantenkoppen. Er was een heleboel gedoe over. Er is zelfs een bordspel gemaakt. Een bordspel? Een bordspel, Tuku Umar. Een soort verovering. Dan heb je witte stenen, een beetje naast damstenen. Witte stenen, zwarte stenen. En hij is dan de zwarte steen en de witte stenen. En dan moet je met die witte stenen moet je die zwarte steen in het nauw drijven. En als je er niet meer uit kan, dan heb je hem te pakken. Ja, 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 ja. Dat was het bordspel van Tuku Umar. En werd uitgebracht zo rond, zo rond 1900. Maar goed, die Tuku Umar had dus de kant van de Atjes gekozen. Ja. En die hebben zich met hand en tand verzet tegen die opdringende Nederlandse... En de Nederlanders die voelden zich flink in de eer aangetast natuurlijk. Dus die... Er werden verse troepen naartoe gestuurd. Van Heuts kwam ineens, de ijzervreter. Ja. Die kwam er naartoe. Er moest korte metten gemaakt worden met die Tuku Umar. En de veldtocht werd er op stapel gezet. Er wordt ook een soort prestigestrijd dan. Ja, hè? Even natuurlijk. Los van gebied, maar gaat het ook gewoon over... Precies, die verrader zullen we te pakken krijgen. Ja, precies. Daar gaat het om. Ja.
En ze hebben hem opgejaagd tot en voor het dorp waar hij woonde, de kampong, dorpstad, nou ja, stad kan je misschien maar dat noemen. Was redelijk een versterkte nederzetting, ja, zeg het. Ja. Was verdedigd misschien wel met dit soort kanonnen. Ja, serieus, heeft een driedaagse veldslag plaatsgevonden met de troepen van Turku Umar en de Nederlandse troepen. Ja. Het was ongelijke strijd. Ja. Grote kanonnen van ja, de Nederlanders. Ja, want die Nederlanders die hadden van die enorme kanonnen ja, al. En zij moesten het met dit soort spul doen. Ja, zeg maar. Precies. En is verslagen voor zijn dorp. Het dorp is volkomen platgewalst. Maar hij is, die Turk Umar, is weten te ontkomen. Okay. Dus hebben ze nog een paar jaar lang hebben ze daar jacht op gemaakt. Ook nog. In de binnenlanden en bij het strand. Op een gegeven moment hebben ze hem in de val gelokt. En op het strand hebben ze op een gegeven moment... in de val gelokt en doodgeschoten. Ja. 1899 was dat, geloof ik. Okay. Maar een echte Indonesische verzetstrijder. Je hebt het net over die Nederlandse propaganda. Dat was voor de terrorist waarschijnlijk, net als Nelson Mandela ooit geweest is. Er was ten tijde van die Atje-oorlog was het al een held. Ja. Een grote held. Ja. En dat is door de hele tijd heen is dat zo gebleven. Hoe schrijft weet je dat, hoe de Indonesische geschiedenis daarover schrijft? Ja, hij is een van de helden van de geschiedenis van Indonesië. Ja, dat zal dan. Ja, ja. En om een idee te geven, hè, dus wij hebben dan zijn kanon. Ja. Er is een universiteit van Turku Umar. Er is een marineschip naar hem vernoemd. Ja. Zijn vrouw was trouwens, was dat ook in het verzet. Uh-huh. Die heeft het nog geschopt tot bankbiljet van Indonesië. En dan ben je ver. Dan ga jij en ik niet redden waarschijnlijk. Nee, lijkt me best wat trouwens. Nee, ja. Maar van die statuur dus. Om dat idee te geven. En dan... Ik heb nooit van de man gehoord, joh. Ja. Ik ook niet. Ik zag het kanon onder in de schap liggen van het depot. Nee, serieus, je hebt hem bij toeval gevonden. Ja, nou ja, ik rommel af en toe zo wat in de pomp, kijken wat leuke onderwerpen tegenkom. Ja. En ik las het bordje en Turku Umar, ik denk, ja, ik heb laatst een artikel gelezen in het Historisch Nieuwsblad of zo. En er was iets mee. Nou, dat ben ik gaan opzoeken en ik dacht van, daar is heel iets mee. Toen heb ik het Militair Museum gebeld in Soesterberg. Ja. En ik kreeg een kwartier later, werd ik al gebeld van, ik wil komen kijken. Want dit is iets heel bijzonders. Echt, ja? Ja, om een idee te geven... in het Rijksmuseum Amsterdam hebben ze een kanon. Ja. Ook niet van Turku Umar, maar gewoon uit die periode. Dat, ja. Dat is al bijzonder. Ja. Die is veel minder mooi dan deze. En het Wereldmuseum, daar hebben ze ook een kanon die is wel mooier dan deze, maar die is ook niet van Turku Umar. Nee, dus het is echt een uniek verhaal in Turku Umar. Hey, maar dit is een ontzettend versierd ding. Er staat op dat dingetje, het is een heilig kanon. Ja. Te zien aan de krokodil en hier zit een aapje. Ja. Ja, nou, ik heb er als een conservator van Museum Brombeek bij geweest. Die heilig kanon, ja, dat is een onzinverhaal. Het is waarschijnlijk een ceremonieel kanon geweest. Ja. Hè? Dus het is te mooi om eigenlijk echt te gebruiken. Dus het was meer prestige. Als jij dit soort kanonnen had, dus dan liet je een saluutschot mee of zo. Gewoon, ja, zoiets. Precies. Ja. Okay. Wat wel heel bijzonder is, het is een achterlader. Hè? Dus eigenlijk in die tijd had je in Indonesië, Sumatra, aan de voorkant werd de kogels ingedaan. En, dus dit is eigenlijk al een moderne techniek. Ja. En dit soort kanonnen, dus dit maakten ze in Brunei. Dus aan het noorden van Borneo had je een klein staatje, was van de Engelsen. En ze hadden een sultan en daar konden ze goed kanonnen gieten. Ja. Kwam het meeste van die kanonnen kwamen daar vandaan. Ja. Ja, het prachtig, mooi verhaal ook. Maar wat is nou hoe is dat ding hier in Enschede dan terechtgekomen? Ja, als je nou gaat kijken naar wie in die tijd, hè, zo rond 1900, hoge bestuursfuncties hadden op Sumatra. Hè, dus van de titel gouverneur en gezetenen en dat soort types. Dan kom je heel vaak de naam Schaap tegen. Schaap. Ja, die had het daarvoor te zeggen in Sumatra. Ja. En door wie is dit nu geschonken? Door meneer en mevrouw Schaap uit Enschede. Right. Dus daar dus moet ergens zijn, of nazaten, daar of moet ergens zijn link mensen die zijn teruggekeerd naar Nederland. Ja. In de overdrachtspapier staat weeschaap, dus dat is nog iets meer aanknopingspunten. Oh ja. En die conservator van Brombeek is aan het uitzoeken of dat hij kan uitvinden of dat die weeschaap met Enschede een link had met een van die bestuursambtenaren. En weet jij vanaf wanneer het in de collectie zit dan? 1944. Oh ja, dus dat is wel typisch in de oorlog dat het geschonken is. En hij is echt 1899 zo, rond die periode is die Turku Umar omgelegd op het strand. Ja, precies een jaar daarvoor of zo is dat dorp plat gebrand. Ja. En alles wat ze met dat, hè, want die conservator vertelde, dat dorp en al die bezittingen, hè, hij had een versterkt huis, die Turku Umar in dat dorp. Er waren meerdere kanonnen, er waren ook allemaal versierde krissen, hij had allerlei, het was gewoon een hoge edele. Hè? Ja. Dat is allemaal buitgemaakt, is allemaal verdeeld en is op verschillende plekken in Nederland terechtgekomen.
Maar er is ook een groot deel is in Jakarta terechtgekomen. Ah, ja. Want Nederland had toen al een beleid. Wij willen gaan verzamelen voor musea. En zij wilden eigenlijk verzamelen voor 3 musea. En dat was het Koloniaal Museum. Ja. Dat is wat nu het Tropenmuseum is. Ja, Amsterdam. En Amsterdam. Brombeek heeft een verzameling. Ja. En ze wilden een heel groot nationaal museum maken in Jakarta. Want Brombeek, dat is eigenlijk de plek ook waar veel van die knilveteranen hun oude laatste dagen hebben gesleten, toch? Ja, 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 precies. Bij Arnhem in de buurt. Ja, ja. Ja. En in Batavia stad zelf. Maar het vermoeden bestaat dus dat dit kanon buiten is gemaakt bij die verovering van dat dorp. En die, ja, zeg maar van het is oorlogsbuit gewoon. Ja, ja, precies. En dat dat uiteindelijk via die familie Schaap dan hier in Enschede is terechtgekomen. Ja, ja, die Schaap die zijn kennelijk naar Enschede verhuisd. Kwamen hier vandaan? Zijn hier naartoe gekomen? Vandaan. Ja, als je het telefoonboek gaat kijken hier van Enschede, dan stikt het van de schaap. Ja, te veel schapen. Ja. Hé, maar dit is allemaal zeg maar koloniale roofgoed. Ja. Dus dat moet eigenlijk terug. Ja, nou ja, dat risico bestaat natuurlijk. Ja, ja, die conservator zei van het zal zo'n vaart niet lopen. Hè, want Nederland heeft het anders gedaan dan andere landen. Die wilden eigenlijk in Batavia stad, wat nu Jakarta, al een nationaal museum maken. Dus heel veel wat ze verzameld hebben, dus de topstukken eigenlijk uit die tijd, is daar al. Die zijn daar. En die zijn ook in 1950, wanneer was dat, die zijn overgedragen aan de Indonesische regering. Ja, ja. He, dus de topstukken die zijn allemaal daar. En de rest is eigenlijk, de Nederlandse musea zijn heel erg meewillend met het uitlenen van allerlei spullen. Mm-hmm. En die Indonesische musea die vinden het wel prima. He, die conservator van Brombeek die zei van, dan hebben we wel spullen die ze eerder aan zullen vragen. Bijvoorbeeld, ze hebben ook, je had koppensnellers. Ze hebben daar koppen van mensen die daar... Die gesneld zijn. Echt gesnelde koppen. En dat zou dan, ethisch gezien, zou dat dan eerder terug moeten dan zo'n kanon. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel van iemand die in Indonesië van een enorm statuur is. Nou ja, dat is wat ik bedoel. Het is die nalatenschap van die man is natuurlijk enorm. Ja. En er ligt hier in... bij toeval ontdekt door onze eigen Edwin Klokker... ergens in een schap in dat depot... Ja, ligt ja, toch een heel bijzonder apparaat, ja. Ding, ja. 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 Prachtig, man. Ja, ja, ja. Ja. Van Brombeek, die waren zo onder de indruk, die hebben per omgaande een bruikleen aanvraag gedaan. Oké, okay. Dus binnenkort ben je hem even kwijt. Ja, dan moet je naar Brombeek om hem te bekijken. Hey, eigenlijk wordt nu nog uitgezocht hoe het met die schaap zit. Of dat, ja, nou, ja, ja, of dat het echt een link is, of dat die familie hier vandaan kwam, of dat die hier naar geëmigreerd waren. Als je dat weet, moet je het even laten weten, want dat is gaaf. Ja. Ja. Mooi, man. Ja. Het kanon van... Tuku Omar. Ja. Yeah.